Welkom bij het begin van een groot avontuur. Wij gaan namelijk een kijkje nemen in de wereld van Minecraft. Het is al zo'n 5 jaar geleden dat ik een video heb gemaakt over Minecraft. Dus ik dacht van, weet je wat, het is gewoon weer een keertje tijd. Wij gaan de map induiken en wij gaan hopelijk beginnen aan een groot avontuur. Laatst is er een nieuwe update gekomen in Minecraft, waardoor Minecraft helemaal vernieuwd is. En ik hoop dat wij hiermee wat vette avonturen kunnen beleven. Hoop je dat nou ook? Dan zou ik zeggen, klik dan binnen 5 seconden op dat duimpje omhoog. Stel, we kunnen de 2000 likes halen op deze video, dan komt er zeker meer Minecraft op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En laten wij dan nu maar de wereld induiken van Minecraft. We zijn aangekomen in de wereld van Minecraft en zoals je kan zien, is alles aan het inladen. Ik zie daar al een octopus in de verte. Hallo octopus, hoe gaat het hiermee? Oké, we moeten beginnen aan de basics van Minecraft natuurlijk. Oftewel, een huis. We hebben een huis nodig. Nou vind ik dit soort gebiedjes zelf persoonlijk niet het allermooiste. Dus wat mij een vet idee lijkt, is als wij misschien eerst een boot gaan maken. En dat wij vervolgens met die boot een beetje op reis kunnen gaan. En dat wij dan een goede thuisbasis kunnen vinden. Dus laten we maar hakken. Laten we maar beginnen met hakken aan de eerste boom van Minecraft. Van deze Minecraft wereld dus. Hoppakee. En we krijgen gelijk de achievement. Oftewel, we hebben gewoon letterlijk de eerste stap voltooid. Oftewel, hout hakken. Ook zijn er in de nieuwe update van Minecraft echt ontzettend veel nieuwe dingen toegevoegd. Zo kan je bijvoorbeeld echt ontzettend veel met villagers. Dus mij lijkt het een ontzettend leuk idee om een village te kunnen vinden. En dat we misschien wel ergens bij die village kunnen wonen natuurlijk. En één leuk dingetje wat ik jullie wil laten zien is inderdaad, ik heb een Minecraft skin. En die skin is de Kuddel Teamleader van Fortnite. Ik vond dat een super geinige skin, maar we hebben het eerste hout, mensen. En oh, er is zelfs kool hier. Oké, dat kunnen we misschien al meenemen. Dan moet ik eerst een pickaxe maken. Wat ik dan eerst moet doen is, ik moet een crafting table maken. Hoppakeetjes. Die hebben wij er ook bij. Bam, die gooien we hier eventjes neer. Dan gooien we hier even al het hout in wat we hebben. Dan maken we een paar stokjes. Dan gooien we die hier neer. Dan maken we een pickaxe. Onze eerste pickaxe dus ook. Bam. Hoppakee, de eerste pickaxe is binnen. En hiermee kunnen wij dan een paar steentjes hakken. En we kunnen hiermee wat kool hakken. En met die stenen zouden wij dan onze eerste tools kunnen maken. Sowieso, kool is altijd handig. Hopelijk krijgen we hier ook wat levels van. Nee, we krijgen er gewoon geen levels van. Oké, we hebben wel de Stone Age gehaald. Hoppakeetjes. En we hebben nu wel wat XP. Oké, we krijgen XP. Maar hiermee kunnen we dus ook toortjes maken. Want wij moeten natuurlijk ook de nacht kunnen overleven. En hopelijk kunnen we dat al doen in een huisje. Ik hoop dat we een village kunnen vinden. Want die wil ik wel echt vinden. Want daar kan je zoveel dingen mee. Dat is niet normaal. Eén ding is zeker, dit gaat zo langzaam. Maar er ligt zoveel kool hier. Dat is niet normaal. Dus ik pak heel eventjes een paar extra steentjes mee. Dan ga ik naar... dan ga ik naar boven. Dan moet ik dit even weghakken. Hoppakee. Dan ga ik naar boven. Dan pak ik mijn hout er weer bij. En dan gaan we de stenen pickaxe maken. Oh, dan moet ik hem wel goed maken. Hoppakee. Dan mag deze weg. En dan kunnen wij nu hopelijk iets sneller... Wordt het nu al donker? Wat? Het lijkt wel alsof het nu donker gaat worden. Oké, we moeten opschieten. Maar we hebben hier de eerste steentjes of de eerste stukjes kool. En dan kunnen we nu nog sneller hakken dus. Omdat we natuurlijk een stenen pickaxe hebben. Er ligt hier zoveel. Ik heb nu al 18, 19... nummer 20, hoppakee. En er liggen hier nog 4 stukken, wat de heck. Dit is zeker weten niet echt zo'n heel verkeerd begin om te beginnen met de survival natuurlijk. Er ligt hier verder geen iron meer helaas. Ik moet misschien wel echt een zwaard maken en een bel. Dus daar heb ik 5 stukjes steen in totaal voor nodig. Dus die neem ik lekker mee. Maar inderdaad, het wordt nu al donker. Gooien we even wat hout erin en maken we even een paar stokjes. Het eerste zwaardje wordt gemaakt natuurlijk tegen de monsters. En daarna moeten wij nog een hakbel maken. Altijd handig voor het hout, want hout hebben we ook nodig. En we moeten een boot maken. En ik denk dat je dat zo... Ja, dat doe je zo. Top. Oké, we hebben de boot. We hebben wat tools natuurlijk om mee te beginnen. Namelijk een stone pickaxe. Of een stone pickaxe. Hier zo, de stone axe en een stone zwaard. Maar die laten we maar een stukje gaan varen midden in de nacht. En hopelijk kunnen wij dan gelijk onze eerste village tegenkomen. Uh-oh, ik zie daar al de eerste skeleton. Hallo, hallo skeleton. Kom alsjeblieft niet naar mij. Oh, ik hoor, zie er nog meer skeletons. Daarvoor moeten we uit de buurt blijven, mensen. Ik heb namelijk geen armor of iets. Ik zit gewoon in een bootje. Ik ben gewoon een Kuddel Teamleader van Fortnite die in Minecraft in een bootje zit. Oké, en we moeten natuurlijk een village vinden. Dat is eigenlijk het main ding wat wij nu moeten vinden. En daarvoor stap ik gewoon gelijk de boot in. Ik ga het land niet op, want daarvoor hebben we nog lang niet genoeg eten. Maar op het wat is dit? Wow, wow, wow. Wat is dat? Is dit een dolfijn? Wow. Wat? Je hebt letterlijk dolfijn. Oh, daar zit een zombie daar volgens mij. Ja, daar zit een zombie. Dat is een baby zombie. Maar je hebt letterlijk dolfijnen nu. Wat? Oh, ik zie hier iets in de verte. Wat is dit? Het lijkt wel een soort huisje of zo. Nee, het is geen huisje. Wat is dit? Wat? Wat is dat? Huh?
Is dit gewoon een berg? Ja, dat is gewoon een berg. Ik dacht heel veel dat het een soort grote tent was. Maar dit is iets van hout. Ik zie hout, ik zie hekjes. Laten we kijken, want volgens mij is dit ook iets nieuws. Oftewel, een gezonken schip. En hierin kunnen we als het goed is wat loot vinden. Is dit een kist hier? Nee, dat is geen kist. Daar is een kist. Ik heb een kist. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. We hebben de eerste loot gevonden. Allemaal gold nuggets, we hebben lapis lazuli en we hebben emeralds. En als we die emeralds bewaren, zouden we die kunnen gebruiken om te kunnen traden met villagers. Zouden er nog meer kisten in dit schip liggen? Oh mijn god, dit is beter, joh. Dit is goed. We hebben gelijk al superveel dingen. We moeten hier eruit komen, kan dat? Ja, onder water, hoppakee. Zou er onder water hier nog wat liggen? Laten we even kijken, ik zie hier wel een soort opening. Oké, ik ga er even doorheen. Oh, hier kan ik lucht halen, dit is een deur namelijk. Top, top. De volgende kist, laten we kijken wat erin zit. Oh, we hebben een buried treasure map en een kompas. Oké, papier hebben we. Ik weet niet wat we daar nu nog aan hebben. En heel veel veren, oké, ik moet wel lucht halen. Oké. We hebben nu een buried treasure map. Het is hier zo ongelooflijk donker. Ik kan niet zien wat ik hier eigenlijk zie. Maar ik zie tenminste een buried treasure map. Dat is wat ik zie. En als het goed is, zouden we hier dus iets van een schat kunnen vinden. Maar laten we voor nu maar eventjes naar boven gaan, naar de boot. Of we kunnen hier kijken of hier nog wat ligt. Even kijken hoor. Nee. Dit is de onderkant van de boot. Daar kunnen we denk ik niks meer vinden. Maar ik maak dat ik hier wegkom. Want het is nog steeds donker. En ik moet eigenlijk eventjes wachten tot het dag is. En tot wij alles wat beter kunnen zien. Laten we hier maar het land op gaan in de hoop dat we hier ergens een village kunnen vinden. Ook wordt het in de tussentijd licht. Oh, wat? We hebben nu al een village! Oh mijn god, ik dacht we gaan hier het land op en we hebben nu al een village. Oké. Oh, dit is top. Hallo schaapjes, welkom hier. Want jullie kunnen waarschijnlijk allemaal straks hopelijk met mij mee. Aangezien ik nu een village heb gevonden. Dus dit zou misschien wel de plek kunnen zijn waar we kunnen wonen. Samen met al onze villager vrienden. Oh, en hallo varkentjes. Ik heb jullie misschien straks wel nodig om op te eten, want ik heb bijna geen... Oh, eten meer! Ik heb ze nu al nodig. Ik ga nu al bijna dood namelijk. En ik wil nu niet doodgaan, nu ik net bij de village ben. Sorry, varken! Het spijt me. Het spijt me oprecht. Oh, maar je bent... Is die lekker? Nou, op zich. Als die even... Ja, oké, ik kan hem doorslikken. Hop. Sorry. Ik heb het heel even nodig. We hebben de eerste village gevonden, mensen. Het spijt me voor jullie varkentjes. Oh nee, oké, we gaan hier naar boven. Hopelijk kunnen we in de village ook wat eten ombouwen. Dat er wat farms zijn. Oh, ik zie allemaal villagers al. Oké, mensen, dit wordt dus de eerste ontmoeting met de village hero. Hallo villagers, hoe gaat het ermee? Oké, laten we kijken wat ze hier hebben. Oké, ik zie hier een soort waterhuisje. Wat is dit dan? Hoezo? Wie bouwt nou weer zo'n huisje? Hij kan er niet eens in. Wat is dit nou? Oh, er staat wel een kist hier. Oké, maar wat is deze bak met water hier? Wat de heck? Oké, laten we kijken wat erin zit. Oké, er zitten meerdere barrels in. Ik denk dat dit een huisje is van een visser dan, denk ik. Omdat er ook zoveel water bij zit. Alleen heb ik geen flauw idee. Oeh, oh, dit is volgens mij de visser. Toch? Ben jij de visser? Hallo meneer, ik ben net nieuw. Ja, dit is de visser. Fisherman staat er ook al. Dit is dus het huisje van meneer de visser. Oh, hij kan er hier in trouwens. Oh, en dan heeft hij hier zijn visplekje. Oké, ik snap het al. Oké, meneer de visser. Ik zou zeggen, veel plezier met je huisje. Oh, ik zie daar zelfs een huisje met meerdere verdiepingen. Oh, dit is zo vet. Oké, laten we kijken of we hier tenminste wat loot kunnen vinden uit alle kistjes. Hier staan zelfs meerdere bedden. Dus de bedden hoeven ook niet meer te maken. Een mini villager, wat? Hallo. Hey, Ucky. Hey, hallo. Hey. Hij zit me aan te kijken, joh. Oké, laten we kijken wat er hier nog meer is. Ik zie hier zoveel villagers. Oké, zij zijn lekker met elkaar aan het praten allemaal. Hier hebben we nog een klein huisje waar misschien loot in ligt. Dan kan ik de ingang vinden. Nee, wel een bed. Dus dat bed is zeker handig. Die kunnen we zeker gebruiken, denk ik wel. Is dat hier een kistje? Nee, exact hetzelfde huis is dit. Dus is dit waarschijnlijk ook... Oh, deze heeft een geel bed. Oké, deze heeft eventjes extra aandacht besteed aan de kleur van het bed dat hij wou. Hallo, villagers. Hallo, aangenaam. Ik ben Alex. Wow! Oké, er staat zelfs zo'n gozertje bij. Oké, en we hebben hier allemaal water, drinkbakken. Wat zijn jullie dan? Jullie zijn leatherworkers. Jullie hebben zelfs paarse broeken. Oké, en wat heb jij dan? Jij hebt een roze broek. Oké. Hey, en daar is de kleine villager weer. Oké, laten we kijken. Oh, dat zijn twee van die huisjes. Oké, laten we kijken of hier wat loot. Oh, er zit een kist in. Alright, dat is top. En wat is dit? Het lijkt op een soort iron block. Oké, broodjes. Dat komt heel goed uit, dankjewel. Die heb ik namelijk net nodig. Ik heb namelijk echt eten nodig. Dus die eten we gelijk eetjes op. Hallo, sorry, ik heb je broodjes gestolen. Het spijt me. Oké, laten we kijken wat er hierin zit. Dit is gewoon exact dezelfde inrichting ook.
Maar hier zitten twee emeralds en ons eerste stukje kleding. Namelijk een leather cap. Ik doe hem ook gelijk op. Dit wordt ons leren hoedje, mensen. We hebben een hoedje gekregen van de villagers. Dank jullie wel, villagers. Wat een warm welkom. Oké, laten we kijken of hier nog wat in zit. Een geel bed. Dan ben ik wel benieuwd. Dit is een huisje met twee verdiepingen. Dus hier zou toch wel iets qua loot in moeten zitten, lijkt mij. Ik zie al twee bedden tenminste. En nog twee. Oh, een kist. Oké, potatoes. Die kunnen we heel goed gebruiken. Die kunnen we namelijk gaan planten. Nog meer broodjes en een mooie bloem. Weet je wat? Die bloem die laten we hier. Ik bedoel, misschien is die villager die hier woont wel super gehecht aan zijn bloem. Dus die laat ik lekker liggen. Maar met die potatoes kunnen wij wel een farm maken. Dus die moeten we zeker nu nog niet opeten. Want ik zie tot nu toe nog geen farms hier. Ik zie wel super veel van die wheat blocks. Dus dat komt goed uit. Ik zie hier ook nog een groot huis. Maar ik denk dat wij zo langzamerhand wel alles gevonden hebben. Maar wat mij nu een leuk idee lijkt, is om voor mezelf uiteindelijk in deze village mijn eigen huis te bouwen. Oftewel dat ik gewoon ga inwonen bij deze villagers. En dan moet ik dus een huisje hebben. Dan moet ik mijn eigen bed hebben natuurlijk die ik kan claimen. Want ik weet wel dat villagers tegenwoordig allemaal een bed nodig hebben. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ze ineens bij mij naar binnen lopen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik zie hier ook ongelooflijk veel dieren. Ik weet niet of dit de plek is waar we net vandaan kwamen. Volgens mij wel. Met al die varkentjes, schapen, koeien. We hebben hier van alles. Dus dat komt zeker goed uit. Natuurlijk hebben we ook superveel wheat blocks, zag ik net. En die zouden we kunnen gebruiken om natuurlijk van de koeien een enorm farm te maken en van de schapen. Dus mij lijkt dat zeker een heel tof idee om zo snel mogelijk aan te beginnen. Zelfs een kip! Wow, meer kippen! 4 kippen, ik zie pumpkins! Oké, die pumpkins heb ik nodig. Die pumpkins kunnen wij namelijk ook gaan farmen, dus ik hou die gelijk op. Ik zie ze liggen, ik haal ze gelijk op natuurlijk. En ik zie rechtsboven ook al staan dat we hiermee ook pumpkin pie kunnen maken. Oftewel, daar kunnen we ook weer eten mee maken, wat super tof is. En wat zijn dit? Zijn dit paarden? Zijn dit paarden? Hallo? Oh, dit is een ezel! Hallo? Oh, ik moet hem denk ik niet hiermee slaan. Wil je een broodje? Hey, wil jij een broodje? Wil je een broodje? Hij wil geen broodje, hè? Hier, eet! 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 Hij eet niet. Oké, hij heeft geen zin in zijn eten. Dan laat ik hem lekker staan, joh. Die ezel kunnen we later wel een keertje meenemen. Maar voor nu wil ik dus mijn eigen huisje hebben in de village. En wij moeten er ook voor zorgen dat wij natuurlijk, zolang wij hier wonen, deze villagers beschermen. Want als villagers aangevallen worden door zombies, zou het zomaar kunnen zijn dat wij al onze villagers kwijt kunnen raken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus we moeten gewoon een lekker huisje voor al deze villagers regelen. En voor mezelf natuurlijk ook. En natuurlijk voor deze kleine villager. Hallo kleine villager, hoe gaat hij ermee? Oké, nou dan weten we dat ook weer. Maar oké, mensen, dit was dan deze video. Ik wil jullie allemaal ontzettend erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou tof? Zo ja, klik dan natuurlijk op de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En laat het natuurlijk weten, stel jij wil meer Minecraft video's zien op mijn kanaal. Vergeet ook zeker niet natuurlijk een van de twee video's aan te klikken die jullie in beeld zien. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Laters.